Hallo, ik ben Bart van RNS Sports. Mij is gevraagd om u advies te geven omtrent de voeding voor de Drenthe 200. Wat belangrijk voor u om te weten is dat wij dit altijd in drie fases willen doen. Dan is eerst voor het sporten, tijdens het sporten en na het sporten. Voor het sporten adviseer ik altijd om in plaats van een vaste maaltijd de carboload van Maxim te gebruiken. Omdat u dit prima kan doseren, dat betekent dus eigenlijk bij 60 gram van deze koolhydraten staat gelijk aan één bord spaghetti. Wat inhoudt dat u daar ongeveer 90 minuten op kan fietsen. Na dat uur, en dan zijn we alweer in tijdens, dan zou u nog een sportreep kunnen nemen. Dat adviseer ik vaak ook wel, omdat een sportreep een vaste voeding is, die eigenlijk voor moet zorgdragen dat je pas de drie kwartier je energie daarvan krijgt. Elke reep staat voor 45 minuten energie. De sportdrank is iets wat ik altijd adviseer om te gebruiken elk uur. Want zoals u weet, elke sporter moet elk uur minimaal 500 tot 750 milliliter vocht gebruiken. Met minerale zouten. Dat zit allemaal in deze sportdrank. Er is één ding wat u zult moeten accepteren. Elke sportdrank bevat 40 gram koolhydraten. Wat ongeveer aangeeft dat u daar 40 minuten op kan fietsen. Dat kunt u natuurlijk prima aanvullen met het repentje wat u voorafgaand in het eerste uur hebt gegeten. Of u doet dat door middel van deze gels. Dat is 60 ml. Dat staat ongeveer voor 20 à 30 minuten energie. Wat heel belangrijk is natuurlijk, wat vaak vergeten wordt, is na deze zware tocht adviseer ik om herstelpoeder te gebruiken van Maxim. Waarom? Omdat uw lichaam binnen een half uur het meest optimaal kan herstellen. Elke recovery poeder bestaat uit koolhydraten en eiwitten, 20 gram, om u voldoende te laten herstellen. Alle poeders van Maxim zijn makkelijk te mixen in deze easy af te sluiten bidon. Dit geeft ook aan hoeveel milliliter u kunt gebruiken, naast het aantal grammen wat je ook in deze bidon kan vinden om het product ideaal af te mixen. Ik wens u vooral heel veel plezier en heel veel succes met de Drenthe 200.